Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben vandaag alleen zoals jullie zien en ik sta vandaag ook niet in de studio. Want Jorst CD komt namelijk met een aantal nieuwe video's waar ze achter de schermen gaan kijken bij nieuw verschillende locaties. En vandaag vroegen we ons af, hoe zit het nou eigenlijk met dieren die geen huisje meer hebben? En wat gebeurt daarmee? Dat gaan we vandaag uitzoeken bij Doha. Dus als jullie alvast zin hebben in deze video, kom dan vooral mee, doe jullie duimpje omhoog en laten we maar beginnen. Hallo. Hoi. Welkom bij Doha. Dankjewel. Je gaat vandaag helpen als een dag als dierverzorger. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ik ben echt super benieuwd hoe het gaat. En ik denk dat het voor de kijkers ook heel leuk is. Ja. Dus ik ben benieuwd. Laten we beginnen. Ja, toppie. Okay. We zijn aangekomen bij de honden. Ja, ik zie het. Onze dag begint eigenlijk met het voeren van alle dieren. Dus dat gaan we nu ook doen. Ja, ik vind het heel leuk. Er staan, ik weet niet of jullie het zien, maar er staan overal de namen op. En er staan plaatjes bij met een beetje informatie over de dieren. En dit hondje gaan we vervoeren, toch? Ja, ja. Dat klopt. En volgens het raam heet hij Doris. En wij gaan ze dan nu natuurlijk eten geven. Ja. Maar wanneer voeren jullie de hondjes eigenlijk allemaal? Wij voeren eigenlijk in het begin van de dag. Met dit warme weer zijn we vanochtend begonnen om 6 uur. Mm-hmm. Dus ja, dan krijgen ze ongeveer rond 6:30 krijgen ze eten. Mm-hmm. Bepaalde hondjes krijgen ook in de middag eten als lunch. En dan in de avond nog een keer. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe ze gaat reageren. Is het hij of zij? Het is een hij. Het is een hij. Ik ben benieuwd hoe die gaat reageren op het eten. Ja. Ik doe het daar wel even voor jou. Oké. Okay. Mag ik ook? Oké. Okay. Ja, zet maar even. Waar moet ik het neerzetten? Gewoon hier in het begin. Oké. Okay. Sure. Alsjeblieft. Ik ben benieuwd of hij nu ook echt gaat eten of dat hij te bang is voor ons. Hij weet het nog niet. We moeten nog heel veel andere honden voeren. Ja, ik zie het. Hier staat Forton en je mag een beker aan Dino geven. En hoeveel honden voeren jullie ongeveer allemaal? Weet je wat? Ik denk dat we nog ongeveer 80 moeten. Ja. Nog 80? Ah, dat is niet zoveel natuurlijk. En jullie hebben nog wel meer dieren als honden natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Maakt niet uit, joh. Nou, dan moeten we doorwerken. Zit het hierin? Ja. Oké, okay, moet ik het gewoon graaien eruit? Zo'n grote schep. Ja. In die? Ja, in die. Smakelijk. Ik hoop dat je het lekker vindt. Volgens mij vindt hij het een beetje spannend. Jongens, jullie vinden het ook niet leuk als iemand kijkt als jullie aan het eten zijn. Dus laat, geef die honden ook eens rust. Kom, we gaan door. Tactiek honden later. Ja, we komen later terug om het voeren af te maken. Mm-hmm. We gaan nu eerst naar de trimsalon om daar te helpen. Trimsalon, dus honden die door een kapper worden geknipt. Ja. Maar oké, ik ben benieuwd. We zijn hier in het buitenverblijf, zoals jullie horen, want er zijn heel veel honden. Als je hoofdpijn hebt, moet je misschien niet komen hier naartoe. Dit is Lou. En Lou moet graag verrast worden. Hoi. Ah, ze is heel lief. Maar buiten dat jullie deze trimsalon hebben, heb ik ook gehoord dat jullie ook echt een professionele trimsalon hebben. Ja, dat klopt. Als asiel maken we gebruik van, van deze ruimte. Yeah. Dus wassen we eigenlijk de asielhonden, nagels knippen, borstelen, eigenlijk alles. Maar we hebben ook een professionele trimsalon en daar kunnen klanten een afspraak maken. Oh, leuk. Volgens mij is ze heel blij. Ze is er ook naartoe aan het lopen. Ik ben benieuwd. We gaan een hondje dus wassen. Ja. Zo, ze gaat wel een soort van met de trap. Goed zo. Hiermee doe je hem aan. Oh, ik mag het gaan doen. Ja, jij komt ons helpen. Moet ik het dan ook dit ding vasthouden? Die hou ik wel vast. Het is altijd belangrijk om de shampoo te verdunnen met water. Omdat anders kunnen ze daar ook weer last van krijgen. Ook als het onder shampoo is. Ook als het onder shampoo is. Ready, set, go! Is ze klaar? Ja! Ja, ze is klaar. Oké. Okay. Kom maar. Dat deed mijn moeder vroeger ook altijd. Zo'n handdoek en dan helemaal onder. Je bent heel schattig zo. Zo, dan is ze helemaal klaar. Ja? Ah. Ja joh, 3 keer. Noem maar. Je bent wel schattig. Ik wil je meenemen naar huis.
Maar ik ben allergisch voor jou. Het is echt zo. Jongens, ik ben allergisch voor alle honden met haren. Alle dieren met haren. Dus thanks, Yesterday, om me mee te nemen. Ze is echt schattig. Let's go, kom mee, jongens. Ik hoop dat je niet helemaal uitgeput bent. Nee, het valt nog wel mee. Ik vond het wel echt superleuk. Gelukkig. We gaan nu naar de katten- en de konijnenafdeling. Oké, superleuk. Benieuwd ben ik vandaag. Maar heeft iedereen hier een andere functie? Waar ben jij gespecialiseerd? Ja, ik werk echt op de hondenafdeling. En ja. Ik heb andere collega's die werken bij de katten en de konijnen. Oké, dus het is eigenlijk goed verdeeld. Ja, goed verdeeld. Snap ik ja. ook wel, want jullie hebben echt super veel dieren natuurlijk. Ja. En de katten zitten wel gewoon, zeg maar, niet in kleine hokjes. Nee, pas op dat ze niet ontsnappen. Oké. Hoks, hoks, pats. Het zijn kattenspeeltjes, want we zijn nu binnen katten. Ja, we zijn nu in de eerste katkennel. Naast de honden wordt ook elke dag alle katkennels schoongemaakt. En er komen ook mensen om te socialiseren en met ze te spelen. Oh, leuk. Ja. Eigenlijk is het zoals een kattencafé, alleen dan anders. Alleen dan anders, ja. Oké, superleuk. Ik weet niet of jullie er al een paar hebben gespot, maar daar zit er. En daar zit nog een heel jonkie. Die is nog heel jong en die is echt heel nieuwsgierig. Hoi. Hoi. Als katten hier binnenkomen, dan moeten ze eerst een week in quarantaine. Om dan, ja, eigenlijk dat we zeker weten dat ze geen ziektes hebben. Dan worden ze nagekeken door de dierenarts. Worden ze geënt, ontwormd en ontvlooid. En ja, dan na een week mogen ze gewoon de plaatsing in. Simba. Simba. Katten. Ik krijg leuk. Volgens mij is het nu wel genoeg met de katten. Ja, is goed geweest. Ja, laten we doorgaan naar de konijnen. Is goed. Ja, we zijn bij de konijnen aangekomen. Ik zie het. Heel lief. Ja, de konijnen hebben het met dit weer natuurlijk super warm. Dus we leggen bij alle konijnen leggen we een koude fles water neer. Want konijnen kunnen niet zweten, dus die hebben het echt... moeilijk met dit warme weer. En ja, eigenlijk geven we gewoon zoveel mogelijk rust. Snap ik. Ja. Heel lief zijn ze. We doen de konijnen altijd met z'n tweeën in een hok. Ja. Omdat het zijn groepsdieren en anders worden ze echt heel erg eenzaam. Ja. Dus als mensen hier een konijn komen adopteren, dan moeten ze ook echt een ander konijn hebben of ja, nog één adopteren. Ja. We hebben hier ook dat we voor ze koppelen. Dus dan brengen mensen hun eigen konijn hier naartoe en dan kiezen hun een asielkonijn uit en dat gaan we dan voor hun koppelen. Oh, heel lief. Hoi, ja. Oh, je bent heel lief. Wat een pluizenbolletje. Hi. Oh, jezus, ze schrok. Kijk, ze hebben heel veel haar. Wat ze loslaten. Hoi. Nou, Emma, heel erg bedankt. Ja, jij en, ook. Ik hoop je snel weer te zien. Ja, ik vond het echt super leuk om een dagje mee te lopen als dierenverzorgster en om te kijken hoe het ging. Dus heel erg bedankt. Ja. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Het was echt super leuk om een dagje mee te lopen als dierenverzorgster. Wauw. Nou is het klaar. En als jullie deze video leuk vonden, doen vooral jullie duimpjes omhoog. Liken, abonneren, reageren. Laat in de reacties weten of jullie leuke ideeën hebben van locaties waar we naartoe kunnen gaan. Om jullie een keertje mee te nemen achter de schermen. Ik vond het echt super leuk. En dit is de prijswinnaar van vorige week. Gefeliciteerd. Heel veel plezier met je outfitje. En als jij nou dit outfitje heel graag wilt winnen, dan moet je even in de reacties laten weten hoeveel honden je hebt gezien. Hopelijk zie ik jullie weer tot snel. En tot de volgende keer. Doei doei. Veel kusjes van mij. Bye.